In het groen rondom Arsen ligt hoeve Jan Boers. Peter en Nelleke Hegger boeren hier op puur biologische wijze. De liefde voor het land en de dieren staat daarbij altijd voorop. Wij zien hoeve Jan Boers en zien al 6 generaties op deze plek. Momenteel runnen we een biologische rundveehouderij. Dat wil zeggen, we melken dikke emmerij koeien die op een natuurlijke manier gevoed en gehalden werden. Peter is elke dag om 5:30 op om de koeien te melken. En wij komen dan wat iets later en dan komen we Peter helpen met poetsen. En daarna gaan we met z'n allen ontbijten. Dat doen we altijd met gebakken eier, flink wat dikke roem in de koffie. Dat proberen we echt altijd ons momentje van te maken. Dat vinden we gewoon belangrijk. Als koeien gaan elke dag ongeveer vanaf eind maart naar boeten. En krijgen elke dag wel een nieuw stuk vers gras met kruien om te grazen. Joe en Nicky die helpen mij daar heel erg goed mee. Die zien zo trouw. Kijk goed, Jan. In de randen van de wei laten we de bromstruik een beetje staan. Want dat is een veilige plek voor heel veel andere vieren. Zoals vogel en insecten, muis. Wel goed kijken, want dat doet wel eens pijn en naad. Daar komen ze. Heel gemütlich. En uiteindelijk, Gieders Leidster, let maar eens op. Dan ga je ze 8008 weer voor op kop. Na een paar weken naar de boete toe gaan, is er nog elke dag een vies. Ze groeien de komende in de loog, weten niet wie gek ze zo snel weer op het negen stuk moeten komen. Behalve als een dikkie. Doe maar. Goed zo. Zo. Dikkie is een beetje verstandelijk beperkt. De blauwe. Oh, ja. Maar wel een hele lieve. Het is een hele een rustige koe. En daarom, die bewaakt ook een beetje de rust in de kudde. Dat is fijn. Dat is die nog niet zoveel. Het is nog best wel koud voor de tijd van het jaar. Maar wat er stiert is al een heerlijke kruidenbuffet. Kijk ze maar eens lekker grazen. Dat is lekker, hè, jong. Al die koeien die hebben ook een ander kapsel. Kijk, deze die zit een beetje... Ja, die heeft zo'n pluimke. De andere heeft een soort puusje. Deze juks. Ik zie net mensen. Het allemaal een lange kapsel. Kijk eens. Ons trots. Sinds een paar jaar is Hoeve Jan Boers heel herkenbaar in deze streek. En de mooie Nije Hagen, die ook wel Maasheggen natuurlijk weer genoemd. Ze geven ons de verbinding met de aanliggende bossen. Maar bieden ook een veilige haven voor heel veel helpers om het landgebruik in een natuurlijk evenwicht te houden. Modern gezag, biodiversiteit. Peter, zo'n leven aardige bevlogen boer en mens. Waar alles om zijn vier land en de mensen om hem heer draait. Zonder mens die met zijn hele ziel en zaligheid tussen zijn vier leeft en met de handen in de grond zet. Als dit soort mensen ons uitleggen waarom je nou is naar biologisch, dan snap ze dat gewoon. Dan ben je gewoon en dan kent ze ook niet meer terug.